Bevrijdingsdag is saai. Het is een normale werkdag, dus we hebben wel iets anders aan ons hoofd. Moeten we Bevrijdingsdag niet uitbundiger gaan vieren? Ja, misschien wel, ja. Maar goed, je zegt het al, het is geen vrije dag. Dus normaal gesproken moet iedereen gewoon werken. Dus ik denk dat het daarom een beetje vergeten wordt. Ja, er zijn sommige mensen die zijn natuurlijk niet vrij. Ik vind niet helemaal nodig dat iedereen dan ook vrij is. Als je gewoon voor jezelf weet van hey, het is, we zijn vrij in ons land. Er is geen oorlog. En dan vind ik dat als je eraan denkt ook al genoeg. Er zijn zoveel vrije dagen inderdaad in Nederland. Dus ik dacht nou. Ik denk dat we moeten houden zoals het nu is. Niet gaan veranderen, gewoon zoals het nu gaat. Prima. Eigenlijk moeten we blij zijn dat we nog vrede hebben. En gezien de ontwikkelingen in het oosten van Europa, vind ik eigenlijk dat het grootste belang dat we blij moeten zijn dat we nog vrij zijn. Ik heb er niet zo heel veel mee. Dus, voor mij hoeft het niet per se. Ja, zij zei vanmorgen, want gisteravond hebben we dodenherdenking zitten kijken op tv. En toen zei ik, nou is morgen feest, want het is bevrijding. En toen zei ze vanmorgen, waar is dan het feest? Dus eigenlijk zouden we het uitbundig moeten vieren, ja. Dus maak er een lekkere vrije dag van en organiseer een lekker feestje met elkaar en dan komt het helemaal goed. Nee, het hoeft voor mij niet. Nee hoor. Nee, je hoeft niet altijd daarin echt vrij te zijn van je werk, vind ik. Nee, ik niet. Nee hoor, het hoeft niet een extra vrijdag te worden. Maar dan dus voor niemand, ook niet voor de ambtenaren dan. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ja, ik vind wel dat je bij stil moet staan of zo, maar vrij vind ik niet. Ja, sommige scholen misschien, maar die zitten natuurlijk ook in een fase met examens en zo. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor die mensen. En dit hoort er dan achteraan, zeg maar, als ze bewust zijn van dat dus niet meer zo slecht is als toen. Ja? Oké, Jasper, bedankt. Fijne dag.